en van harte welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Dit is Tom en in deze video wil ik jullie graag een bruidsvlucht update geven. Want op vrijdag 6 juli was er bij ons een bruidsvlucht gaande en zijn wij natuurlijk naar buiten gegaan met wat reageerbuitjes en zijn wij wat koningingetjes gaan vangen. En in deze video wil ik jullie dus laten zien hoe het daar nu mee is. Mocht je die video van de bruidsvlucht nog niet hebben gezien, dan verschijnt hier zo meteen rechts boven in het beeld een i'tje waar je de video kunt kijken mocht je deze nog niet gezien hebben. Nou, ik ga voor jullie zo meteen een paar close-up shots nemen, want ik heb hier een rekje met allemaal kolonietjes. Dit zijn al de bestaande kolonies die wij vorig jaar hebben gevangen. Nou, zoals je ziet gaat het allemaal hartstikke goed. Allemaal miertjes en zo. En deze kant zijn de buisjes die wij dus op vrijdag 6 juli hebben gevangen. En ja, ik ben benieuwd hoe het er eigenlijk voor staat. Hier heb ik ook nog een buisje liggen. En ja, ze hebben het meeste, heeft dus eigenlijk gewoon broed. En ook al wat popjes. Dus ja, dat ziet er allemaal goed en gezond uit. Nou, mocht je deze video natuurlijk leuk vinden, laat natuurlijk een duimpje omhoog achter. Ben je nieuw op dit kanaal, vergeet natuurlijk niet te abonneren. En volg mij ook op Instagram, mocht je zelf Instagram account hebben. Want daar post ik zo nu en dan eens een fotootje op van de miertjes. Nou, ik zou zeggen, kijk en geniet van de volgende beelden.
was hem dan, de mooie close-up beelden van onze koningen die wij gevangen hebben op vrijdag 6 juli tijdens de bruidsvluchten. Het ziet er allemaal goed uit, ze doen het allemaal goed, het ziet er allemaal gezond uit, behalve dit buisje. Hier zag ik toch wel iets raars op. Ik weet niet of jullie het ook gezien hebben, want dit buisje was het laatste shotje van de close-up beelden, zeg maar. En toen zag ik iets in de witte watjes bewegen. Ik laat het stukje nu nog een keer aan jullie zien. Zoals je dus kon zien, beweegt daar wel iets in het watje. En ik denk dat het mijten zijn of zo. Ik weet op dit moment ook niet of het schadelijk is voor de koningin. De koningin ziet er verder gezond uit. Ik kon niet echt iets ontdekken dat het ook op haar zit. Wat ik wel ga doen is in ieder geval een nieuw buisje klaarmaken. Zodat ze in een vers gezond buisje zit. Want ja, ik weet ook anders niet hoe het zich verder zou ontwikkelen. Maar goed, zo ben je dus close-up aan het filmen en zie je in één keer iets bewegen in een watjes wat dus niet lijkt op een mier. Dus dat is wel heel apart. Het is ook voor het eerst dat ik dit eigenlijk ontdekt tijdens het filmen. Maar goed, ik ga je gewoon rustig het koningetje overzetten naar een nieuw buisje. Samen met haar popjes die daar liggen. En dan hou ik het gewoon even apart en hou ik gewoon eventjes de ontwikkeling bij. Vond je deze video leuk? Laat dan zeker een like achter. Ben je nieuw op dit kanaal? Vergeet natuurlijk niet te abonneren en vergeet natuurlijk ook niet op het belletje te klikken. Want zo ontvang je iedere keer een meldingje zodra er een nieuwe video online is. Volg mij ook op Instagram mocht je een Instagram account hebben, want daar plaats ik zo nu en dan een fotootje op van een van mijn kolonies. En dan wil ik jullie verder bedanken voor het kijken en zie ik jullie graag weer terug in een nieuwe video. Tot dan!